Goedendag. Ja, het wordt deze week eigenlijk best prima weer in Nederland. Zomerse tinten zitten er zeker in. Mooie foto ook hier, de zonnebloem bij de blauwe lucht en de kleine schapenwolkjes op de achtergrond. Prima weer deze week ook om erop uit te trekken. Bijvoorbeeld een mooie wandeling op de hei, die staat op veel plaatsen al volop in bloei. En het is heerlijk om buiten te zijn. Laten we maar eens naar de weerkaarten gaan kijken. En dan zien we op het Amerikaans model heel duidelijk dat lage drukgebied boven de oceaan. Maar ook hoge druk die zich vanaf de Azoren eigenlijk helemaal uitstrekt richting Frankrijk en Duitsland. En deze uitloper van het hoge drukgebied zorgt ervoor dat we toch redelijk rustig weer hebben. Overwegend droog weer ook. Er kan eens een keer een buitje gaan vallen. Maar dat hoge drukgebied dat blijft toch wel aardig in de buurt. En zorgt ervoor dat de meeste neerslag echt wel ten noorden van Nederland blijft. En dat levert soms mooie zomerse dagen op. Bijvoorbeeld vandaag in een groot deel van het land heel veel zon. En ook morgen zal dat het geval zijn. Dat hoge drukgebied blijft nog wel eventjes aanwezig. Volgende week zijn er wat signalen dat het allemaal weer wat anders gaat worden. Dat is nog ver weg en ook best nog wel onzeker. Ik kom daar later op terug. Wel een valse start vandaag in het noorden van het land. In Groningen, Friesland, Drenthe. Daar zien we toch heel veel bewolking. Terwijl in de rest van het land de zon volop schijnt. Die bewolking die schuift geleidelijk aan op. En dat betekent ook dat we vanavond toch wel een zonnige avond hebben. Temperaturen dan tussen de 18 en 21 graden. Deze middag wordt het regionaal overigens gewoon zomers warm met 25 graden. En morgen dan is er ook veel ruimte voor de zon. En dan wordt het warmer. De temperatuur kan zelfs oplopen richting 30 graden. In het oosten, zuidoosten van het land hebben we maxima van 29 graden neergezet. Misschien op een enkele plek dus wel 30 graden. Wind heeft een wat zuid-zuidwestelijke voorkeur morgen en is meest matig. En dan de dagen erna, nou, dan zien we dat die temperatuur wel weer wat terugvalt. Die wind die gaat weer wat meer uit westelijke richtingen waaien. 23 graden, prima temperaturen zijn dat om wat te ondernemen. Het is ook overwegend droog weer en er zijn zonnige perioden. Natuurlijk ook wel wat wolkenvelden. Vrijdag is de buienkans wel weer wat groter. En ook zondag hebben we dan weer een wat grotere buienkans. Maar zien we wel dat de temperatuur geleidelijk aan omhoog gaat. Dit is een beeld van de windrichting voor de komende 2 weken. Wat valt er dan op? Dat we veel geel zien, dat we veel oranje zien. En dat zijn windrichtingen uit de zuidwest tot westhoek. En dat betekent dat we heel hoge temperaturen niet echt zullen gaan verwachten. Behalve dan dinsdag, omdat de wind dan meer zuidelijk is. En we zien die onzekerheid hier terug op zondag, maandag, dinsdag. Ook hier wat meer rode en paarse tinten. Dat betekent dat de wind mogelijk uit het zuid-zuidoosten gaat waaien. En ja, die onzekerheid die zie je dan ook prachtig terug in zo'n temperatuurpluim. De komende dagen veel zekerheid in die verwachting. Die dinsdag dus met die hoge temperaturen. Dan gaan we wat dalen met de temperatuur. En dan in het weekend komt dat zwart rond die rode lijn, het donkerblauw. En dat betekent onzekerheid die gaat toenemen. En dat zit dus vooral in die windrichting. Als die naar zuid-zuidoost gaat, ja, dan kunnen we zomaar weer hoge temperaturen gaan verwachten. Hoe dat precies gaat lopen, dat moeten we gewoon afwachten. Voorlopig gewoon even genieten van het mooie Hollandse zomerweer. Nog fijne dag.